Ik ga wat vertellen over het onderzoek dat ik heb gedaan over eenzaamheid. En wat op het begin wel leuk is om te zeggen, is dat jullie eigenlijk mijn theoretisch kader al hebben verteld. Dus daar sluit ook heel veel op aan wat ik heb gevonden. En dat hoef ik dus niet meer nog een keer te herhalen. En dat is wel fijn qua tijd. Want volgens mij... Nou, ik heb het niet heel erg, want ik moest al inkorten. Maar ga maar... Stop maar gewoon. Ik ga wel gewoon wat vertellen. Er kwam dus inderdaad naar voren, eenzaamheid is een groot probleem. En uit de literatuur bleek, heel veel interventies zijn niet zo effectief als gedacht. Waarom? Heel vaak is er geen maatwerk. Interventies gaan vooral uit van aannames. En dat zijn bijvoorbeeld aannames, een netwerkinterventie, netwerk vergroten, dat helpt altijd. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Dus wat dacht ik? Oké, dan gaan we kijken naar de interventies die van de Gronings Ondernemers Challenge 2017 zijn geweest. En gaan kijken wat de effectiviteit is. Want zoals jullie zeiden, is het heel erg belangrijk om ook te blijven meten wat is nou effectief. Wat werkt nou? Wat moeten we wel doen? Wat kunnen we misschien anders doen? En dat hebben we eigenlijk bij Bureau Bries gedaan. Toen heb ik een onderscheid gemaakt tussen sociaal, emotioneel en existentiële eenzaamheid. En waarom heb ik dat gedaan? Omdat de ondernemers zelf zeiden, die maakten zelf dat verschil. Dus wat is dat eigenlijk? Sociale eenzaamheid. Ik wil een groter netwerk. Emotionele eenzaamheid. Ik wil meer kwaliteit van een netwerk. Dus ik wil kwalitatief beter netwerk. En existentiële... ik vind het een heel moeilijk woord. Het blijft gewoon ook een moeilijk woord. Maar dat gaat dus echt over de zin van het bestaan. Van het leven. Ja, dat je eigenlijk niet zo goed weet wat de zin is van het leven inderdaad. En dat je daar een soort van leegte in voelt, een eenzaamheid over voelt. Dus dat onderscheid kwamen de ondernemers zelf mee. En toen heb ik gekeken van, wat voor interventies zijn er? En die heb ik opgedeeld in therapeutische en netwerkinterventies. En wat bedoel ik daar dan mee? Bij de netwerkinterventies bedoel ik eigenlijk de interventies die zich richten, die eenzaamheid proberen op te lossen door te kijken, wat kan er in een interactie worden gedaan? Dus juist de grotere netwerken maken, mensen bij andere mensen zetten, dat zijn interventies die je kunt verwachten. Bij therapeutische interventies, dan gaat het volgens mij, wat ik heb gekozen, meer over individueel kijken wat de oplossing is voor eenzaamheid. Dus bij een persoon kijken, wat voor skills heb jij, kun je nog leren? Of wat voor denkpatronen kun je binnen een individu aanpassen? Wil je één verder doen? En mijn doel van het onderzoek was eigenlijk om aspecten naar voren te halen, zodat eigenlijk jullie ook daar iets mee kunnen doen. Leren van de GOC 2017 voor de GOC 2018. En dus de effectieve en de ineffectieve aspecten, die heb ik bevraagd bij ondernemers en bij deelnemers door middel van interviews. Ja. Dit zijn de resultaten. Dit is een beetje een onlogisch, onoverzichtelijk schema, maar ik zal hem even doorlopen. Ten eerste zijn de algemene effectieve factoren die genoemd zijn door ondernemers en deelnemers, zijn het positief worden van eenzaamheid door de ondernemers, werd dat genoemd. Want zij zeiden, wat u ook aangaf, ja, je moet niet zozeer bezig zijn met oplossen van eenzaamheid, maar meer bevorderen van welbevinden. En dat juist de positieve kant daarvan was heel erg belangrijk volgens de ondernemers. En daar hebben de deelnemers niks over gezegd. Kan wel te verklaren vallen, want ze noemden het een taboe. En dat noem je dan niet zo snel. Daarnaast was het structuur en regelmaat aanbieden in een interventie heel erg effectief. Dus een interventie die regelmatig terug gaat komen. Dus niet eenmalig hier, dit zijn mensen, ontmoeten elkaar, maar echt vaker herhaling, zodat er mensen echt ook iets kunnen opbouwen. Gehoord en gezien worden noemden de ondernemers en de deelnemers allemaal. Dat spreekt wel voor zich, dat mensen die willen het idee hebben dat ze er mogen zijn, dat zij gewend zijn ook. En dat is ook heel erg belangrijk in een interventie, heel erg belangrijk om dat te creëren. Mogelijkheden voor netwerk uitbreiden, dat is eigenlijk wel een grappige dat die hier staat, want hierna ga ik over netwerk en therapeutische interventies praten. Maar wat eigenlijk terugkwam, was dat interventies ook een soort van overliepen in elkaar. Dus het zijn vaak interventies die niet helemaal alleen op netwerk zijn, of helemaal alleen op, zeg maar, de individu gericht zijn.
Kwaliteit van de gesprekken was volgens de deelnemers heel erg belangrijk. Dus dat je ook bepaalde diepgang erin hebt. Daarnaast zijn gezamenlijke activiteit en laagdrempeligheid bij netwerkinterventies lijken heel erg positief te werken volgens de ondernemers en de deelnemers. En bij therapeutische interventies lijkt het netdenken aanpakken heel erg te werken. En dat komt ook heel erg overeen, dat denken aanpakken, met het onderzoek wat jij net ook besprok. Dat is een onderzoek uit 2011 en dat gaf echt aan dat denken aanpakken het meest effectief is. Maar wel gek dat, als je vanuit dat onderzoek bekijkt, dat eigenlijk ook heel veel aspecten juist over die andere interventies naar voren komen. En dat komt denk ik ook omdat het, wat hier meer naar voren komt bij de negatieve aspecten, is dat het heel erg, wat eerder ook al genoemd is, op maat gemaakt moet worden. Je moet echt kijken wat past bij wie en nou, wat sluit aan. Wat wel echt een valkuil was van de ondernemers van vorig jaar, was dat ze de doelgroep echt heel moeilijk konden bereiken. En dat ze daar ook zich heel erg in vergist hadden. Dus mijn advies daarop is, probeer zo meteen ook met elkaar te overleggen. Want sommige ondernemers die konden een overvloed aan eenzame mensen zeg maar bereiken en andere helemaal niet. Dus probeer ook met elkaar misschien te kijken waar samenwerkingen mogelijk zijn. Daarnaast vonden ze het moeilijk om effect meetbaar te maken. Dat is ook niet gek, want op eenzaamheid, dat ligt best wel een taboe. En dat is ook vaak moeilijk bespreekbaar. Eenzaamheid wordt vaak gemeten door indirecte vragen en dat maakt het lastig. Maar dan heb je de deelnemers en die gaven aan, een interventie alleen is niet voldoende en het sluit ook niet aan bij iedereen. Dus dat komt echt weer dat maatwerk naar voren. Dus al met al best wel in lijn met wat jullie net hebben gezegd. En dat kwam, dat is wel fijn, gelukkig, ja. En ja, doe maar de volgende. Dus eigenlijk wat mijn conclusie hieruit is, misschien kunnen jullie hieruit voor jullie initiatief aspecten meenemen van, oh, dat kan ik nog extra toevoegen bij mijn interventie. Misschien kan ik nog wel kijken hoe mensen juist wat positiever naar zichzelf gaan kijken of wat meer, nou, dat soort dingen. En daarnaast ook, wat ik net zei, het samenwerken. Ga kijken waar je onderling een verband kan leggen. Misschien heb jij wel een interventie die heel erg gericht is op het netwerken. En heb jij een interventie die juist het denken aanpakt. En misschien kun je daar ook wel een goede samenwerking in vinden. En daar is de borrel dus ook voor. Ja, dat was mijn verhaal kort. Applaus.